Hey, hallo en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Magical Rides. In deze video gaan jullie me niet zien omdat ik een pyjama-dag hou en ik wil jullie niet choqueren met mijn Simpsons-pyjama. <laughs> maar genoeg over de Simpsons: we gaan het namelijk hebben over de gloednieuwe Disney-prinsessen. We beginnen bij Neytiri uit Avatar. Ze is de prinses van de Omatikaya-clan uit Avatar. En de wereld van Avatar is natuurlijk niet alleen verbonden met Disney dankzij de overname van Fox, maar ook dankzij Pandora in Walt Disney World. De volgende uit de lijst is ongetwijfeld de bekendste nieuwe prinses. Prinses Lea kwam in het Disney-universum dankzij de overname van Lucasfilm. En meteen vonden veel fans ook dat de dappere Lea een plekje verdiende in het rijtje van de Disney-prinsessen. Helaas is de. Actrice van Prinses Lea, Carrie Fisher, lang niet meer in ons midden. Maar dankzij Disney blijft ze nog voor eeuwig in ons hoofd en hart. We gaan verder met Anastasia. Deze film- en musicalprinses werd door velen altijd als Disney-prinses verward. En dit door de kwaliteit en Disney-achtige personages in de film. En dankzij de overname van Fox werd deze prinses ook een echte Disney-prinses. Dit najaar zal de musical ook te zien zijn in het Afwacht Theater in Scheveningen. In deze musical zien we Tessa van Tol in de hoofdrol, die dus na Ariel weer een Disney-prinses mag spelen. Ze noemt zichzelf de Princess of Darkness. En dankzij de Fox-overname is Wednesday Adams ook een echte Disney-prinses. In 2012 zong de Britse Carrie Hope Fletcher nog over het feit dat ze heel graag een Disney prinses wou zijn, en Carrie kreeg het geluk om Wednesday te spelen in een musical tijdens de overname van Fox. En dit zorgde er meteen voor dat haar grote droom uitkwam. Ik ben overigens heel blij dat ik deze musical sinds enkele dagen in huis heb. We eindigen deze video met een populaire prinses uit de Universal Studios. Nee, we hebben het niet over prinses Fiona van Shrek of Lisa Simpson. Deze laatste is nu trouwens ook een deeltje van de Disney-familie. Maar we hebben het wel over Prinses Poppy uit Trolls. Deze dansende en zingende troll is superpopulair bij heel wat kinderen en volwassenen. Momenteel is deze nieuwe Disney-prinses nog te vinden bij de buren van Walt Disney World, maar wij hopen natuurlijk dat ze snel mag verhuizen. Bij deze zijn we aan het eind gekomen van deze video. Vond je dit een leuke video? Vergeet dan zeker geen duimpje omhoog te doen en abonneer je zeker op ons kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.